Welkom bij mijn show. Vandaag gaan wij Minecraft 16W20A doen. En niet alleen de spullen hebben we gedaan in de vorige aflevering. Dat kan je hier rechtsboven zien. Maar ja, we hebben nu de structure block. En wat de structure block kan doen is dit met de lijntjes. En in die lijntjes dan weet je dan hoeveel wat je kan kopiëren en plakken. Een soort folder dit is het. En je kan in totaal 32 blokjes doen. Dus ik laat nou even een reactie. Ik laat dus nu zien hoe je iets kan maken. Nou, je hebt hier bijvoorbeeld allemaal dingen in huis, zoals een torch en boeken en spullen. Stel, we hebben hier nou. We doen. Nee, kan je dit doen? Ja, oké. We doen dit daarin. En stel, je wilt dit hebben. De custom name is bijvoorbeeld huis. En dan doen we het veranderen. De naam is bijvoorbeeld hout. Nee, gewoon hout. Hout. Hè? Dan weet je ongeveer wat je kan typen en wat dan ook. Hm? Nou, dan doen we het blok laten zien. En dan gaan we op de dings klikken. Tot nu toe gebeurt er nog niks. Dat is niet gek. Dus dan klikken we hier weer op. En dan kan je instellen welke coördinaten je wil. Maar bijvoorbeeld, onze coördinaten zijn ongeveer 10 blokken groot. Denk ik. Hoop ik. En nee. En dan zijn dit ook bijvoorbeeld 10 blokken. Oké. Nu, nu heb je dit. Maar we hebben het op de verkeerde locatie gedaan. Dus dan kan je bijvoorbeeld 7 blokken ver doen. Zijn ze bijvoorbeeld 7 blokken in de lucht. Easy. Nou, in ieder geval, hij staat hier binnen. En je kan bijvoorbeeld de bloks hebben, zo. Maar stel, je kan dit kopiëren nu. Nou, top, hè. We doen. Nou, we gaan naar load. We noemen de structure dinges. Wat doen we? Zeggen. Save moeten we eerst kiezen. Nu is hij opgeslagen als hout. Stel, je wilt hem hier plakken. Dan ga je naar load. Ga je naar hout toe. En je kan bijvoorbeeld oké klikken. Ik bedoel, nee. Load. Dus nu kan je zien ongeveer hoe groot het huisje is. Nou, dat willen we niet. Dus we gaan ongeveer zeggen van we willen een rondje hebben. We kunnen ronddraaien. 90 graden gedraaid. Als we nou nog een keer op load klikken. Dan, dan is hij gewoon goed. Dus stel, we gaan nu het huisje plakken. Load. Dan zie je, het huisje is geplakt. Maar, zoals je ziet, we hebben hem geplakt, maar de grond is kapot gegaan hier net. Waar je hem niet wil hebben. Dus, hoe je dat wou doen is, nu is het stukje wereld kapot. Maar stel, we gaan deze gebruiken met deze blokjes. Kan je met deze blokken, kan je een soort van, kijken. Laten we het maar doen. Oké. Nu werkt het. Dus dit is rood. Dus als ik daar nou dit maak, dat betekent dat ik niet wil tot deze dingen kapot gaan. Dus, nee. Ja, wat ik vertel. En dan doen we dit. En dan zien jullie zo als we klaar zijn. Oké. Dus nu hebben we dit gedaan. En al die rode vlekjes betekenen dus waar de blokken mogen blijven. En de blauwe blokken betekent gewoon luchtblokken. Dus nu gaan we deze structuur opslaan als bijvoorbeeld plek. Dus dat sloopt hij de plek niet. Dan gaan we zeggen save. En nu nemen we het huisje mee. Bijvoorbeeld wij gaan het huisje hier neerzetten. Nou, hebben we hier dit ding. Dus we doen het één blokje lager, denk ik. Ja, het staat al laag. En we noemen de structure name plek, omdat we dat willen laden. Load plek. En dan doen we zeggen, is dit een mooi gebied? Ja. En dan doen we load. En zoals je ziet, al die. Oké, dat heeft de plek ook meegekopieerd. Dus nu zie je hier. Is het kapot. En als je nou bij dat huisje kijkt, hiernaast, dan zie je bijvoorbeeld
dit mag blijven bestaan. En dit moet kapot. Dus zoals zie je ook, bij dit huisje, waar dit rode blokje was, dat betekent dat die mag blijven bestaan, die blokken. En waar blauw was, dus dat was dus luchtblok, dus blauw is lucht, moest die structure kapot. Dus zoals je ziet, hij wordt gewoon geplakt zonder dat er iets wordt gesloopt. Dus dat is wel nice. En zoals je ziet, hier ligt nou in een keer sneeuw in. En dat komt omdat hier binnen in huis was tot er blokken mochten komen. En geen luchtblokken, dus hier was dus dan dinges. Ik weet niet, ja, je kon ze volgens mij kapot slaan, dat wist ik niet. Je kan ook gewoon met je hand kapot slaan. En ja, ik weet niet of dat ook mee is gekopieerd. Nee, dat is zo goed. Ik ga bijvoorbeeld een spin kopiëren. Hier zit een spin. En we zeggen, we willen dit gebied met entities aan. Gaan we zeggen spin bijvoorbeeld, hè. Dan doen we zeggen save. En dan doen we bijvoorbeeld het huisje opslaan. En het is, we willen de huis laden met de spin erin. Dan doen we bijvoorbeeld spin. En dan zeg include entities on. Ik weet niet of dat werkt. Of voor mij laten we het uit en dan load. Als het goed is zou je daarin moeten zitten. Nee. Dus dat denk ik tot die on en dan load. Ja, dus dan moet er ook aanstaan. En dan spawnt hij gewoon erbij in. Dus het is een soort handige wolder dit. Dus vond je deze video leuk? Geef het een groen duimpje. Vergeet niet te liken, te abonneren en te subscriben. En ik check jullie later. Ik zie de logica er wel van in, dat je voorzichtig bent. Maar ik zie het ook als een cliché, denk ik. Maar ja, je weet maar nooit. Maar als je doodgaat, dat is wel grappig. Maar dat zien we straks. Maar eerst hebben we ook iets nieuws in deze update. En dat is Endermans. Die spawnen nu voortaan in de Nether. En ik zag hier laatst een Enderman staan. Oh ja, hier. Dus die spawnen ook in de Nether. Dus ik weet niet waarom, maar die hebben zo wel redenen, denk ik. Dus we gaan nu dood op de magma cube. En dan zie je wat.